Lieke Binnenmars, leerling van het Noordic, zal haar eigen geschreven gedicht voorlezen, In vrijheid kiezen. In vrijheid kiezen. Vertel nog een keer de verhalen. Dan staan wij meer dan 2 minuten stil. Bij wat zich nooit meer mag herhalen en wat geen mens ervaren wil. Dan zullen wij nooit meer vergeten wat vrijheid kost in oorlogstijd. Niet dat wij alle feiten weten, maar kiezen voor verdraagzaamheid. De kranten kunnen niet verbloemen dat oorlogen nog steeds bestaan. We blijven nieuwe namen noemen van hen die onrecht ondergaan. Het denken is een fakkel dragen, het trekken van een lichtend spoor. In vredesnaam blijven we zeggen, geef aan elkaar de vrijheid door. Vrij om te vliegen. 2 gespreide vleugels groeien op mijn rug. Ik denk dat ik klaar ben om te vliegen. Maar als ik ga, wil ik heel even terug. Klaar om op pad te gaan, mijn weg in te slaan. Maar ergens in mijn hoofd zit er iets dat het lichtje dooft. Een kleine angst, een kleine ik. Grote stappen, kin omhoog. Morgen is het nog steeds nooit beloofd. Lieve ik, lieve jij, hou me in de gaten, want straks vlieg ik iedereen voorbij. Vandaag op 4 mei herdenken wij alle Nederlanders die zijn omgekomen of vermoord in de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesmissies daarna. We hebben het gehoord. In Almelo gaat het dan om meer dan 400 mensen. En hun namen zijn geschreven op de gedenkplaten op dit plein, zodat we ze nooit meer vergeten. Herdenken is belangrijk als eerbetoon aan hen die zijn vermoord om wie ze waren, of omdat zij streden voor onze vrijheid. En wij moeten die namen blijven herdenken, de gezichten blijven zien en de persoonlijke verhalen blijven vertellen. Want de kracht van verhalen zorgt dat je voelt dat het binnenkomt. Herdenken krijgt pas inhoud als het je diep van binnen raakt.